Peter, tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben door die interlandperiode. Dus even terugkomend op het sluiten van de window. Dit is de selectie waar je het komend half jaar mee moet werken. Hoe is dat bij je geland? Ja, prima. We wisten natuurlijk waar we ons wilden versterken. We weten ook dat er gelukkig een aantal blessures aan het terugkomen zijn. En dan met name in de achterhoede zijn er wat jongens die aan het terugkomen zijn. Dus dan hebben we gelukkig een voltallige selectie. Ja, Rick Karsdorp en Nagalo zijn de laatste dagen in die window toegevoegd. Je hebt Rick natuurlijk al op het veld gezien. Met Nagalo is nog iets met een werkvergunning bezig. Is daar al nieuws over? En wanneer zou Rick al kunnen worden ingezet? Nou, laat ik met dat laatste beginnen. De werkvergunning van Nagalo, die is vandaag afgekomen. Dus hij gaat vanmiddag voor het eerst met ons meetrainen. En dan gaan we even kijken hoe die ervoor staat. Want hij zat al midden in training met zijn oude club. Dus dat moet eigenlijk wel goed zijn. Dan kunnen we hem wellicht morgen al erbij pakken. Rick komt van verder. Rick heeft in april zijn laatste wedstrijd gespeeld. Die heeft gewoon langer nodig om echt fit te raken om bij ons wedstrijden te kunnen spelen. Dus die zal er morgen nog niet bij zitten. Okay. Nu was deze interlandperiode heel snel, dus in hoeverre kwam deze goed uit na zo'n window om de spelers aan elkaar te laten wennen, hè, dan voornamelijk Rick en richting die eerste Champions League wedstrijd? Ja, nou goed, Rick is er dus niet bij, hè, dus dat is niet zo belangrijk geweest. Wat voor mij eigenlijk belangrijker is geweest, is dat die window gesloten is. En dat de frustratie bij een aantal spelers, want die was er wel degelijk, dat die nu ergens een plekje hebben gekregen en dat ze nu weer vol met PSV bezig zijn. En ik heb de afgelopen interlandperiode juist benut om die gesprekken met die jongens aan te gaan. Joey die was hier gebleven, Olly is hier gebleven. Om juist met die jongens rustig te zitten, want ik heb wel begrip voor ze. Dat ze ja, misschien wel die stap hadden verwacht te kunnen maken en als dat dan niet gebeurt, dat je daar wat teleurgesteld over bent. Nou goed, deze periode hebben we gebruikt om daar rustig met elkaar eens over te hebben. En beide zijn weer volledig aan boord en volle bak vooruit. Goed om te horen. Sinds vandaag heb je de selectie ook weer compleet. Iedereen is terug, als ik het goed heb begrepen. Zijn er nog bijzonderheden hoe ze terug zijn gekomen? Iedereen helemaal ready to go, fit? Eigenlijk wel. Jeddy is er in de rust afgegaan. Dat had natuurlijk een reden. Dat gaat nu redelijk. De enige die ik nog niet gezien heb, dat ga ik zo meteen zien, zal Walter zijn. Die is pas gistermiddag teruggekomen. Dus die heb ik nog niet gezien. Maar voor de rest was iedereen er en die zijn goed teruggekomen. Sommigen wel met wat slaapogen. Want die hadden 's nachts nog een wedstrijd gespeeld. Maar nee, dat is prima. Mooi. Ik zag Chucky Lozano net lopen, die ja, dat is natuurlijk een smetje, hè, in het begin van het seizoen geblesseerd. Wat is het plan nu met hem? Gaat hij hier revalideren? Hoe ziet het eruit? Nee, hij is gewoon hier en ik sprak hem toevallig net beneden nog even. Hij is ontzettend teleurgesteld. Begrijpt ook helemaal niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar goed, het is gebeurd en hij moet nu ja, revalideren en zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer terugkomen om nog die laatste maanden van waarde voor ons te zijn. Nou, Noah Lang speelt natuurlijk ook op die positie. Die heb je even rust geboden. Is die erbij morgen? We gaan zometeen eerst nog trainen, zeg ik altijd. En dan gaan we eerst kijken hoe dat gaat. Hè. We gaan ervan uit dat dat allemaal prima is. Ja. Nou, de focus op NEC natuurlijk. Weet je nog, voor het seizoen? Ja, want die hebben we gewonnen thuis. Maar jij doet misschien een thuiswedstrijd. Ja, hè? Ja, dat tegenstander dacht ik wel. NEC, ja. Ja, nee, dat is inderdaad de enige ploeg in de competitie die van ons gewonnen heeft. En dat ja, dat heeft wel pijn gedaan. Thuis wonnen we wel van ze, maar goed, uit niet. En dat betekent in ieder geval dat zij weten hoe ze ons moeten verslaan. Of ze dat ook in een uitwedstrijd kunnen, dat zal moeten blijken. Maar we zijn gewaarschuwd. Ja, ik hoorde laatst een oud-speler zeggen, er werden bij ons dan uitslagen uitgeprint of foto's in de kleedkamer gehangen, zodat wij erop geattendeerd werden en scherper die wedstrijd ingingen. Doe je ook dat soort taferelen of komt dat uit hunzelf, de scherpte? Ik vind dat sowieso het uit iedere voetballer zelf moet komen. Maar ik probeer ze wel te helpen, maar dat doe ik niet met dingetjes uitprinten. Daar heb ik wat andere zaken voor. Maar ja, ik neem aan dat iedere speler weet wat er vorig jaar gebeurd is.
En dat ze scherp zullen zijn om die wedstrijd te winnen. Het is wel zo, en dat, je hebt het net zelf al aangehaald, jongens zijn weg geweest 2 weken lang. Je krijgt ze terug, je kan 1 keer of 2 keer met ze trainen en die wedstrijd staat voor de deur. En dat zijn voor mij altijd wel zaken waar ik dan probeer extra scherp op te zijn. Want dat zijn wel vaak de momenten waarop grote clubs, en dat zijn wij, punten laten liggen. Vorig jaar hebben we dat geweldig gedaan. We wonnen iedere keer als die jongens terugkwamen. Maar dat is wel een punt van aandacht. Ja, en ze heeft een vernieuwde selectie en nog steeds ook dezelfde trainer wil Europees voetbal gaan halen. Dus die staan te popelen om jullie weer pijn te doen. Wat verwacht je van morgen, wat er gaat gebeuren? Ja, ik vind dat wij moeten winnen. We spelen thuis, we hebben betere spelers. Dan moet je die wedstrijd ook winnen. Dus we moeten laten zien dat we ook niet alleen betere spelers, maar ook een beter elftal hebben. En we mogen NEC zeker niet onderschatten. Die hebben goede spelers, ook weer goede spelers erbij gekregen. Dus ja, we zullen morgen vol aan de bak moeten.